positief met het nieuws. Toch wel een heel triest bereik van dit keer vanuit Mexico. Want in Mexico heeft een Mexicaanse bende een hele familie uitgemoord. In Mexico heeft een gewapende bende een familie vermoord. 11 mensen werden doodgeschoten en ze waren allemaal in hetzelfde huis. 2 slachtoffers zijn mannen, de rest zijn allemaal vrouwen. Een tijdje later viel nog eens 3 doden bij een schietpartij in een andere huis. Daar werden een man en 2 vrouwen doodgeschoten. Ook raakten 4 mensen gewond. Volgens de autoriteiten is de schietpartij het gevolg van een drugsoorlog. Verschillende groepen binnen de Cetas drugskartel hebben ruzie met elkaar. Dus Mexico, grote familie, afgeslacht, uitgemoord, allemaal in hetzelfde huis. Het gaat om om maar liefst 11 mensen die zijn vermoord, zijn allemaal doodgeschoten. Dit is waarschijnlijk door een grote bende die optreedt in Mexico. De achterliggende gedachte zal, zoals gezegd, wel weer met de drugs te maken hebben. Dit was het trieste nieuws vanuit Mexico. 11 mensen vermoord door een drugsbende. Het is te triest voor woorden, maar helaas is dat tegenwoordig de realiteit.